Vrijdag trainde NEC achter gesloten deuren in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Heracles. De laatste keer dat NEC daar wist te winnen was in 2012, door een doelpunt van Lasse Schöne. Ja, dus dat is even geleden. En volgens mij was dezelfde statistiek tegen Zwolle, dat we ook heel lang niet hadden gewonnen van Zwolle. Ja, dat zegt allemaal niet zoveel. Het is wel zo dat Heracles al jaren, vind ik, goed voetbal speelt, goede voetballende ploeg. Goede filosofie, dus ja, wat nogmaals, het is gewoon een goede uitdaging voor ons. Een mooie opsteker deze week ook voor Soufiane El Karawani, want hij is opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. Ja, het is eer voor mij en mijn familie natuurlijk. Mijn pa wil dat ik graag voor Marokko speel, dus ik ben er blij mee. Ja, want we hebben jou ooit een keer op de tribune geïnterviewd en toen zei je, ja, eigenlijk dat is wel een van mijn dromen, als ik dat nog eens een keer zou, als dat zou gebeuren. En nu is het daar. Ja, dat is nog een droom voor mij. Ja, dat is nou realiteit geworden. En ik hoop dat het niet bij twee wedstrijden blijft. We moeten die lijn gewoon doortrekken. En we hebben zondag ook gewoon een belangrijke wedstrijd. Die moeten we ook gewoon winnen. Maar ja, zoals ik zeg, ik ben blij. Ik moest zelf ook nog even beseffen. Ik wist al wel een tijdje. Maar het is nou echt officieel. Het is wel weer een ploeg waar je kan staan van, oké, waar staat NEC nu eigenlijk in de Eredivisie? Ja, zeker. Ik denk nog steeds dat je daar een wedstrijd of 10 voor nodig hebt, hè, om meer te zien hoe het echt staat. Kijk, Heracles speelt al veel langer in de Eredivisie. We hebben het elftal eigenlijk grotendeels bij elkaar gehouden. Dus dat is voor ons een mooie uitdaging om te kijken van, nou, waar staan we tegenover zo'n ploeg. In een uitwedstrijd, op het kunstgras. Dus ja, wat dat betreft een mooie uitdaging. Dit is ook wel echt een test, hè, Heracles? Nou, ik denk dat een test is ook weer een groot woord. Maar we hebben gewoon laten zien dat er van PEC Zwolle is ook een directe concurrent. Zo is Heracles het ook. Die wedstrijden moeten we gewoon winnen. En daar moeten we punten van halen. Dat is belangrijk voor ons. Kunnen we nog wat qua verrassingen verwachten? Of start je toch met dezelfde elf? Nou, ik denk niet dat er veel verrassingen zijn. Ik denk dat de jongens het goed gedaan hebben. En dat we ook vertrouwen daaruit gehaald hebben. En goed, we gaan even kijken hoe iedereen het doorstaan heeft. Maar veel verrassingen zullen er niet zijn. Ik zag Beretto eerder de training verlaten. Een beetje stuiptrekkend. Hoe is het met hem? Ja, geen idee, want hij verliet net het veld, dus hij had wat last van zijn been. Maar ik denk dat meevalt, maar we moeten even kijken. Heracles NEC is zondag om 2:30 weer geheel op de radio te volgen via RN7.